Het laatste DC-collectief voor 2019 is op 5 december gehouden. Het DC-collectief is een regulier platform voor de districtscommissarissen om met de minister van regionale ontwikkeling van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden. Districtscommissaris Witprakash Yulumsing van Wanica Zuidwest was de gastheer op de laatste bijeenkomst. Op de vergadering is veel aandacht besteed aan de synchronisatie van de Sustainable Development Goals, oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen. SDG-consultant Pieter van der Heijden gaf aan wat het belang is van de SDG's die worden verwerkt in de districtsplannen. In samenwerking met de Verenigde Naties zal er in verband hiermee een pilotproject worden uitgevoerd in Paramaribo. Minister Dikan benadrukt dat de SDG's als beleidsinstrument goede handvaten bieden om de districtsplannen te verwezenlijken.